Eind 2019 werd Borden verrast door het tot ineens naderende vertrek van zijn burgemeester. Toen de gemeenteraad van Haaksbergen besloot om Rob Welten als nieuwe burgemeester aan te bevelen. En dat was het moment dat Borden op zoek moest naar een nieuwe burgemeester. De afgelopen maanden heeft op een zeer gewaardeerde manier, jullie hebben het afscheid genomen, Geert van der Hengel, het waarnemerschap ingevuld. Maar ja, er moest toch echt een nieuwe burgemeester komen. En u bent samen op zoek gegaan en Borden is erin geslaagd, zoals u ziet. Wij hebben voorgemerkt dat het overhandigen van de ambtsketen en lokale burgemeester Herman Mulder afscheid neemt. Bordenaren, wat fijn om nu in alle openheid voor u te staan. En werkelijk te beginnen als burgemeester van deze prachtige gemeente in het hart van Twente. Mensen zijn immers ook sociale wezens. En door iedere keer opnieuw de verbinding te zoeken, zal gemeenschapszin groeien. Laat mensen deelnemen. Gebruik de kennis in de gemeenschap en vertrouw op mensen. Prachtig dat voor deze benaderingswijze en aanpak de gemeente Raalte zoveel waardering krijgt. En prachtig ook dat Borden al zeer veel van deze ingrediënten toepast. Norbersin zit in de Bornse genen en is door mijn Borden 2030 en de vervolgen die erop zijn gekomen nog steeds volop levend. Ik rond af. Bordenaren, hiervoor heb ik u deelgenoot gemaakt van gedachten die mij bezighouden en heb ik aansporingen verwoord die ik zie voor mezelf en voor ons als Bornse gemeenschap in Twente. Leden van de Raad, ik voel mij zeer bevoorrecht dat ik uw burgemeester mag zijn. Jullie hebben gekozen voor een burgemeester met Twentse roots, met een hart voor de Bornse dorpengemeenschap en gevoel voor bedrijfsvoering. In mijn persoon krijgen jullie een niet ervaren wethouder of burgemeester, maar een zij-instroom met de nodige bagage. Heb daarom enige coulantie in de beginperiode en laten we er vooral samen iets moois van maken.